Oké, welkom bij de laatste tutorial voor project 2. We gaan vandaag deze hamer namaken. Nou, de hamer is al gemaakt. We gaan leren hoe we de UV texture kunnen aanpassen. Eigenlijk een beetje een herhaling wat we gedaan hebben in vorige les. En nu eigenlijk wat extra technieken erbij leren om tot dit resultaat te krijgen. Dus goed, laten we direct beginnen. Op actie staan deze bestanden, staan het hamer.ma en .mb, dus dit is, als je de mb niet kunt openen, open dan de ma-file. Ik zal de texture sheet zal ik ook online zetten voor jullie, maar ik laat zo meteen ook zien hoe ik zelf die texture sheet even snel kan maken. Dus laten we het bestand gewoon openen, het maai-bestand. Dus ik heb maai open. We gaan op zoek naar onze Maya bestand. Nou ja, zoek dus op waar jij hem zelf opgeslagen hebt. Bij mij staat hij in les R&D opdracht 6. En ik open hamer en B. Open gewoon hamer en B. Alleen als je er problemen mee krijgt, probeer dan MA maar. Ik kan, MB is meer de laatste versie, de laatste bestandsextensie van de nieuwe Maya. Dus hamer en B, openen. En dan wordt mijn hamer wordt geopend. Nou, je kan zelf natuurlijk, als je daar behoefte aan hebt, kijken hoe ik dat gecreëerd heb. Ik heb het gecreëerd vanuit een box en toen wat vertices geslepen, wat geëxtrude, geïnset. Nou ja, je kan het op zich, je mag voor mij ook zelf een hamer namaken. En dan die gaan texture op deze manier. Maar ga vooral veel oefenen ermee. Dus zoals je ziet, onze hamer heeft geen texture. Als ik texture aanzet met het met het dambordje hier, met het dambordpatroon, dan zie ik dat ik geen texture zie, dus mijn hamer heeft nog geen texture. Daar moeten we dus een texture voor gaan maken. En dan kan je een texture gaan maken aan de hand van de UV's, of je kan, net als vorige week, een texture hebben en daar de UV's aan aanpassen. En dat gaan we nu dus weer doen. Dus we moeten ons model bekijken en ik wil een houten greep hebben, een houten handvat en een metaalachtige textuur voor mijn voor het hoofd van de hamer. En dit kleine stukje wordt ook hout. Dus, op zoek naar textures. Als tip kan ik jullie geven om textures te zoeken. Ga naar www.cgcgtextures.com. Dat is denk ik wel te zien op de video. En nou, dan kan je gewoon aanklikken wat je ongeveer zoekt. Dus wij zoeken hout, dus ik kan naar wood gaan. Nou, dan heb ik verschillende soorten hout. Ik kan rough wood, plywood. Ik heb fijn hout gekozen en ik heb voor de eerst deze gekozen. Jullie kunnen natuurlijk zien, er zijn veel meer houtdingen, zijn zelf tileable. Dus zoek er zelf een, als je zelf de texture wil gaan maken, kan ik aanraden, zoek dan zelf je texture uit. Ik heb deze texture gebruikt, je hoeft niet, je moet hier wel voor registreren, dat is gratis. En dan kan je gewoon alle textures die hierop staan, kan je gebruiken voor je projecten. Dus als ik die texture klik, krijg ik een nieuw venster. Nou, dan krijg ik dus de 3D tiling preview. En zelf een preview van het hout zelf. De verschillende groottes wat ik kan downloaden. Dus wat ik vorige keer waarschijnlijk vergeten te vertellen ben. Dus probeer vooral voor het jullie vak hoge resolutie textures te gaan gebruiken. Zodat het detail scherp blijft. Voor deze heb ik volgens mij 1024 genomen. Je kan natuurlijk ook groter nemen. En als je een premium member, betaald member wordt, dan kan je ze nog groter nemen. Maar goed, dat is dus niet nodig. Op dezelfde manier heb ik dus de metal texture gedownload. Dus ik heb metal gedrukt, gezocht. En ik heb bij scratches gekeken, omdat ik mijn klauwhamer toch wat scratches wil geven. En ik heb voor deze gekozen. Nogmaals, je bent vrij in de textures wat je wil gaan gebruiken. Je kunt ook gewoon mijn texture sheet gebruiken. Goed, dan heb je de texture gedownload. En weer hier weggaan. En open ik Photoshop. Photoshop geopend. Nou, jullie zijn allemaal bekend met Photoshop, dus ik ga er even snel doorheen. Ik ga niet echt duidelijk uitleg geven over wat alles precies doet en snel toetsen. Daar zijn jullie waarschijnlijk nu zelf al professioneel in. Dus, ik open mijn file. En ik wil dus een nieuw bestand maken, omdat ik een nieuwe texture sheet wil maken. En nou, hij staat al goed nog op 2048. Dus een 2K texture map. Ik denk het laagste waar jullie voor kunnen gaan is 1024. En dan is het meer voor games.
Dus zet daarvoor, hij zal misschien op centimeters bij jullie staan, zet hem daar op pixels en vul dan gewoon 2048, 2048 in. 72 dpi is op zich goed, je kan er 300 van maken. Ja. Nogmaals, de keuze is helemaal vrij. Kijk dan wel naar de image size, moet natuurlijk ook niet te groot worden. Goed, nu dat gedaan hebben, klikken we OK. Maak me nu mijn nieuwe texture sheet. Nou, is dus leeg, dus nu ga ik dus mijn textures daarin importeren. Dus ik ga naar open en dan ga ik naar mijn textures. Dus ik ga naar mijn lessen, opdracht 6. Nou, jullie weten zelf hoe jullie textures hebben geplaatst. Ik open mijn twee textures. Ctrl A om alles te selecteren, Ctrl C om het te kopiëren. Waarschijnlijk is het bij de Mac, dus command. Ik ga weer naar mijn texture sheet. Ctrl V, ik plaats hem daarin. V om de move tool te pakken, ik sleep hem in de hoek dat hij snapt. Alt vasthouden en Shift om te restricten. Met de move tool geselecteerd. En dan kan je een kopie maken dat hij snapt. Dan hebben we twee lagen. Ctrl E op de bovenste laag om te mergen. Alt Shift weer en sleep ik omhoog zodat ik hem restrict tot alleen de horizontale of de verticale mogelijkheden. Je kan hem nog naar links en rechts doen, maar dan ziet het hier raar. Snap, dat hij getiled is. Prima. Ctrl E, collapse. Klaar. Scratches, Ctrl A, Ctrl C, Command A, Command C. Gaan we texture, Command V. Ik sleep hem naar boven toe waar ik hem wil hebben. Daar in de hoek. Shift. Nog een keer Shift Alt. Vast. Ctrl E om te mergen met de onderste laag. Ctrl E om nog een keer te mergen met de laag eronder. En dan hebben we onze texture sheet gemaakt. Nu kun je zien dat hier een beetje repetitie in zit. Dat kan je natuurlijk met de Clone Stamp Tool snel een beetje veranderen, zodat er niet te veel repetitie in zit. Maar nogmaals, jullie zijn er veel beter dan mij. Nou ben ik de tekstje iets verkeerd gemaakt. Ik wil mijn tekstje in de lengte hebben. Ik wil mijn groeven van mijn handle wil ik in de lengte hebben. Dus ik ga mijn tekstje draaien. Dan kan ik gewoon voor naar image gaan. Image rotation 90 degrees clockwise. Vervolgens heb ik mijn tekstje gemaakt. En dit is het. Zo makkelijk kan je een tekstje maken. Ik ga nog even een oude tekstje openen. De tekstje die jullie er zelf ook krijgen. Openen. En dan zie je dat die bijna hetzelfde is. De metaal tekstje is een klein beetje anders. Deze is dus te downloaden via actie. En dan kan je dus daarmee bezig gaan. Hoeveel tijd? 8 minuten, oké. Okay. Tot daar de Photoshop tutorial. Nee, ik hoef niet te zeggen, want het is allemaal nog goed. Zijn weer in Maya. Dus nu komt het belangrijkste. We willen dus nu de texture op ons model zetten. Nou, dat weten jullie allemaal. Selecteer het model. Geef welke texture je wil hebben. Nou, ik wil de hand van een klein beetje glimmend hebben. En metaal ook, dus ik pak een blend. Toegevoegd. Naar de color. Allemaal standaard, dat weten jullie nu allemaal. File. En als je per ongeluk gedeselecteerd hebt, selecteer dan weer je object. Zoek dan naar blend of naar de texture, de material die je gegeven hebt. Je kunt natuurlijk ook gaan oefenen met de Mentray materials. Maar hou het voor de tutorial houd bij een simpele shader. Color, hebben we de color input gedaan. Daar willen we onze file pakken, dus image. Allemaal herhaling jongens. Ga naar lesmnd, opdracht 6. Texture sheet openen. En nu zie je dat mijn texture op mijn model zit, maar totaal niet hoe ik het wil. We hebben vorige keer gezien dat we bij die box model van die vierkantjes hadden die we dan konden verplaatsen. Dus we gaan nu op dezelfde manier kijken hoe we dat met dit model kunnen doen. Ik zet mijn wireframe als shader even uit. Dus het knopje naast de texture. Dat ik mijn hele model zie. Dan zet op mijn model klik en ik ga naar de UV Texture Editor, net zoals met die box. We bekijken daar, zien we dat
al die UV's door elkaar zijn en verward en eigenlijk geen. Ja, er is niks van te maken gewoon. Dus we moeten gaan zorgen dat we hier een beetje duidelijkheid creëren wat precies wat is. Daarvoor kunnen we dus gebruik maken. We hebben vorige keer gekeken dat we per face een texture kunnen geven. Of per face kunnen we material geven. Nu kunnen we ook een face selectie maken en ervoor zorgen dat alleen die selectie gemapt wordt. Dus ik kan rechtsklikken op mijn model, ga naar face. En ik selecteer even al mijn faces. Pak de move tool. Ik ga control, ik klik in mijn UV editor, control, rechtsklik, to shell. Oké, okay, nu doen we het werk. We gaan even terug, we klikken rechts op ons model. In de UV editor, we gaan naar UV. We maken een sleepselectie, een marquee selectie over al onze UV's. En we slepen hem even uit die 1:1 ratio. Want we kunnen hier toch niks van maken, dus we kunnen het beter even wegslepen. En dan 1:1 onze UV's weer uitleggen. Dan gaan we dus rechtsklikken in ons model en we klikken op face. En vervolgens selecteer ik met een sleepselectie de onderste faces. En dan hebben we nog een handige sneltoets, want ik kan natuurlijk proberen zoveel mogelijk faces te selecteren op die manier. Maar als je een moeilijke model hebt, kun je faces extra selecteren door te drukken op shift en de groter en kleiner dan tekens, dus boven de punt en boven de komma. Dus als ik shift doe en ik doe de punt, dus groter dan maak ik mijn selectie groter. En elke keer als ik het weer doe, maakt hij een extra selectie, dus hij groots de selectie. En met de komma, dus kleiner dan, haalt hij van de selectie af. Dus onthoud dat goed, shift groter dan is shift kleiner dan is selectie kleiner maken, selectie groter maken. Dus ik maak de selectie nou groter tot ik wil, tot ik denk, oh, Ctrl Z. Met Alt werkt dat. Ik kijk even naar mijn model en ik wil eigenlijk nog één extra polyselectie maken. Dus shift, punt, groter dan. En ik heb dus zoals je nu in UV editor ziet, zijn ook die faces geselecteerd. Zorg ervoor dat je in polygon mode zit. In de marker menu of de menu set. Vervolgens ga je naar Create UV's, want die willen we maken. En we hebben dus de optie, of we willen dus nu duidelijkheid van maken. Dus we kunnen kijken naar de handle, en de handle is een beetje cilindrisch, vierkant cilindrisch. Dus wat kunnen we dan doen? We kunnen naar Create UV's gaan en kunnen kiezen voor Cylindrical Mapping. Als we daarop klikken, of als we de optiebox even aanklikken, zien we dat we voor deze optie niet zoveel mogelijkheden hebben. Dus we gaan gewoon naar Project. En vervolgens zie je dat de UV's hier uitgetrokken zijn. Dus als het ware hebben wij een cadeauverpakking. Zie die handle als een cadeauverpakking. En die was waar uitgerold tot een 2D. Dus eigenlijk hebben we hem plat gemaakt. Stukje geknipt in de hoek. En toen uitgetrokken. Nou, die willen we dus plaatsen. Dus we kunnen dat weer gaan schalen. Zoals we altijd gedaan hebben. En met navigatie natuurlijk met Alt kunnen we weer navigeren in de viewport. Schalen we naar binnen. Een beetje kijken hoe het eruit ziet. Groot maken of kleiner maken, wat gebeurt er met het tekstje, wordt die beter, wordt die slechter. Nou, dat is een beetje naar je eigen smaak. Dus we hebben de handle gedaan, nu willen we dus alleen de hammerhead nog hebben. En die komt tot de metaal texture. Dus we gaan weer naar face selection, selecteer de face. Ik selecteer de faces van de onderkant even weer, maar doe weer precies hetzelfde wat ik toen gedaan heb. Shift punt, groter dan. Ik selecteer al mijn UV's van die kant en dan klik ik op Ctrl Shift I. Dus dan invert ik gewoon mijn selectie, zodat ik alles nu geselecteerd heb behalve wat ik al unwrapped heb. Dan kunnen we op meerdere manieren kunnen we die hammerhead gaan doen. Ik ga het simpel doen, ik wil gewoon hem te projecteren vanaf de front view, eigenlijk gewoon van
vanaf deze kant de camera erop geprojecteerd heb om daar de UV's van te creëren. Dus we gaan naar Create UV's en dan naar Planar Mapping. En dan klikken we ook op de optiebox. Je ziet dat Planar Mapping heeft wat meer opties, ook welke axis hij moet projecteren. Dus we kunnen kiezen dat hij vanaf de camera, dus vanaf de manier waarop je er nu naar kijkt. We kunnen hem op een axis laten projecteren, dan kunnen we het hier in de hoek zien. Dus van de Y gaat van de bovenkant projecteren. En zoals we dus nu kunnen zien, moeten wij het projecteren van de Z-as, de blauwe as. Dus dit op Z. We houden gewoon Boundary Box verder aan en we klikken op Project. Vervolgens zie je nou dat ik een soort visuele representatie heb van mijn hamerhoofd. Nou, die kunnen we dus weer gaan schalen, dat hij een beetje lijkt zoals het in de scène eruit ziet. Vervolgens kunnen we draaien met die boog hier. Mocht je gedeselecteerd hebben, je kan natuurlijk ook met W, E en R, dit is Move, Rotate en Scale, kunnen dus weer draaien. Alleen dan moet je dus het converteren naar UV's. Vervolgens kan je dan gaan draaien. Dus mocht je per ongeluk weggeklikt hebben, of je, bent uit de project modus, ga dan weer naar UV. Selecteer dan de UV die je wilt. Waarschijnlijk zie je dan ook inderdaad de UV's van je hamer er doorheen. Geen probleem. Maar we klikken dus dan een paar UV's aan. Control of Command klik, to shell. Move tool, en dan kunnen we hem gewoon even verplaatsen naar waar wij willen. Scale tool, schalen, kleine move tool. En zoals je ziet is mijn hamerhoofd nu klaar. Alleen nu is er wat gebeurd met mijn texture voor mijn hamerhoofd, of voor mijn hendel. Dus we kunnen gewoon weer een UV selecteren die niet in de buurt is van een andere. Command of Control klikken, to shell, roteren. Rotatie. Hoe meer tijd je er besteedt, hoe mooier je texture natuurlijk is en hoe beter resultaat je creëert. Ik zie dat deze een beetje ver weg is, dus die pak ik, selecteer ik en die sleep ik zelf de kant op. Eveneens als met deze. Als je dan naar object mode gaat en ik ga mijn hamer even bekijken, ziet hij er redelijk uit. Alleen dan zie ik dat ik de voorkant van mijn hamer is nog een beetje gestretched. Dus eveneens als de bovenkant, want hij projecteert van de voorkant. Dus dan kunnen we net als vorige keer, kunnen we gewoon weer naar face selectie gaan. En de faces selecteren die we willen mappen. Dus precies aangeven welke faces we nog een keer gemapt willen hebben. Dus met shift selecteer ik de bovenste, want dat wil ik een houtkleur hebben. Ga ik weer naar planar mapping of create UV's. Ga weer naar de optiebox van planar mapping. Ik wil dus nu van de bovenkant projecteren, dus ik wil vanaf, als we onze gizmo bekijken, onze axis, vanaf de groene pijl, dus van de i-as wil ik projecteren. Dus ik zet hem op i, de rest laat ik hetzelfde staan en klik op project. Nou is hij geprojecteerd en dan gaan we natuurlijk weer schalen, dat hij eruit ziet zoals wij willen. We kunnen ervoor zorgen dat hij een beetje dezelfde verhoudingen krijgt als de verhouding die hij hier heeft. Dus wat langer. Ik wil hem roteren, want ik wil de grain en de lengte hebben. Vervolgens kunnen we weer gaan slepen. We kunnen hem nog weer schalen als we willen. En daar ben je helemaal vrij in. Dat is niks. Dat is verder niet fout hoe groot je maakt, hoe klein je maakt. Je wil natuurlijk wel zoveel mogelijk dat alles in verhouding is. Dat je niet een hele fijne textuur van je hout en dan een hele grove textuur voor je metaal. Dus kan je dan natuurlijk wel naar, ga foto's bekijken hoe dat er officieel in het echt ook uit zou zien. Goed, faces. Voor faces wil ik veranderen, dus weer planar mapping. Nou ja, het is allemaal herhaling nu. Planar mapping, optiebox. Kijken naar welke axis ik wil. Dus zoals ik zie, moet ik nou de X hebben. X, project. Ziet er goed uit. Schalen. Andere plek. Ziet de voorkant er beter uit. Moet de bovenkant nog veranderen. Die gaan we ook selecteren.
Nogmaals, hoe meer tijd je eraan besteedt, hoe mooier natuurlijk het resultaat is. En dit kost tijd. UV unwrappen, het kost gewoon tijd. En hoe meer je tijd je erin besteedt, hoe mooier. Nogmaals. Dus nou, ik heb de bovenkant geselecteerd. Again, weer naar Edit UV of Create UV's, Planar Mapping, Optiebox. Ik wil vanaf de bovenkant, dus vanaf de i-axis, Project. Gaan we schalen. Zoals je ziet, heb ik nou de bovenkant. Visuele weergave. Ik wil hem roteren. Vervolgens plaats ik hem op een plekje. Deselecteer ik, ga weer in object mode en ik kijk mijn hamer eens. En nou, er is, zoals je ziet, aan de onderkant heb je nog stretching. Maar verder over het algemeen, en je zal waarschijnlijk hier aan de onderkant heb je nog iets gestretched. En dat zijn dus punten wat je zelf per face kan selecteren en nog opnieuw weer gaan planen mappen. En er zijn natuurlijk geavanceerdere manieren om dit te doen. En het is vooral een kwestie dat je zelf veel oefent. UV's, ik wil deze hebben. Control to shell. Ik zie hier een beetje stretching wat ik eigenlijk niet wil. Dus ik ga kijken of ik dat kan veranderen. Dus ik moet hem iets groter maken. Misschien in totaal wat kleiner. En zo kan je zien hoe groter die maakt, hoe meer texture hij in beslag neemt. Dus hoe meer detail hij heeft. Hoe kleiner die wordt, hoe minder veel texture hij op, of minder veel pixels hij eigenlijk beslaat. Nou, dat kunnen we weer nog plaatsen. Probeer het ook een beetje netjes in te pakken, dat ze niet over elkaar heen gaan. Nou, ik heb hier wat losse dingen, maar dat zijn de zijkanten. Nou, daar gaan we verder geen aandacht aan besteden. En that's it for UV mapping. Wat je dus nu ook eigenlijk kan doen, want we hebben nu dus een tekstje gemaakt en we hebben daar de UV's op aangepast. Je kan natuurlijk ook, zoals ik nu gedaan heb, de UV's eerst uitleggen en dan vervolgens naar polygons gaan en UV snapshot. Vervolgens kan je dus een resolutie aangeven. Nou, voor jullie willen we dus een hoge resolutie hebben, dus gaan we 2048. En 2048 stond er al, omdat keep aspect ratio aanstaat. Je kan browsen naar de plek waar je het wil hebben. Ik zet hem even op de desktop. Ik noem hem even UV underscore hammer. En ik ga naar save. Vervolgens kijken we verder. Image format zetten we gewoon op JPEG. En de les laten we gewoon staan en drukken op OK. En hij heeft nu dus een snapshot gemaakt naar het bestand dat ik erheen wil hebben. Dus dan even Maya sluit. En ik kijk even naar mijn bureaublad. Oké. Iets fout gegaan, dus beter dat we het fout tegenkomen. Ik kan beter fouten maken en jullie uitleggen hoe het beter moet. Dus we gaan weer rechtsklikken op ons model. We gaan object mode, selecteer ons object, window, UV texture editor. Zien onze textures, polygon, UV snapshot, browse. Dat heb ik niet goed opgeslagen, we willen naar de desktop hebben. UV hamer. Save, desktop, UV hamer, JPEG, UV ratio, oké. En dan zie je saved file, user desktop, hamer, JPEG. Dus nu gaan kijken.
zien we dat hier, dubbelklik, zie je dat ik hier een layout heb van mijn hamer. Deze kan je dus weer in Photoshop gooien en vervolgens dus daar je texture overheen maken. En als je dan binnen deze lijntjes blijft, je mag dan natuurlijk buiten, maar alles wat binnen deze lijnen valt krijgt dus diezelfde textuur. Dus je kan bijvoorbeeld een naam op je handle zetten. Je kan er van alles mee gaan doen. Er zijn twee manieren. Je kan dus, wat ik vorige week gezegd heb, je kan een tekstje maken en aan de hand daarvan UV's maken. Of je maakt eerst de UV's zoals dit en gaat dan je tekstje maken. En probeer het allebei eens uit. En het gedeelte om die hamer zo te krijgen ga ik niet uitleggen. Maar we hebben vorige keer met de Serial Box al wat verteld over hoe je een mooie render kan maken. Dus ik wil dat als extra uitdaging meegeven aan jullie. Maak er zo'n render van. En stuur die samen met je texture sheet en met je Maya-bestand naar mij toe. Vrijdag. En dan ben je helemaal klaar voor de toets. Succes!